Oh jongens, jongens, waar zitten jullie nou? Emma, Julian, Hanna. Jongens, ik ga naar het winkelcentrum. Jullie moeten mee. Kom. Ach nee, ik kom er niet om. Ik kom er niet uit. Ik kom er niet uit. Jongens, kunnen jullie nou ophouden? Alsjeblieft, kom naar beneden. Ja, nou, ik wil gewoon niet eraf, oké? Ik wil niet naar het winkelcentrum. Maar het is hartstikke leuk. Kom op, Emma, we moeten gaan. Ach, Hanna, kan je helpen? Jongens, jongens, wat doen jullie nou? We gaan naar het winkelcentrum. Jongens, wat doen jullie nou allemaal? Waarom zitten jullie op elkaar? Ja, Emma wil iets pakken, man. Ah, jee, de donut. Ik heb hem eindelijk. Jongens, oké, nu hebben jullie de donut en nu kunnen we gaan, oké? Ja, man, we komen. Ik ben zo blij dat ik mijn donut te pakken kreeg. Ja, jongens, we zijn eindelijk in het winkelcentrum. Ga nu maar rondkijken. Het is zo druk hier. Wat is er aan de hand vandaag? Kijk eens, zoveel mensen. Waarom is de hele stad hier? Ja, dat vraag ik me ook af. Is er een tv-show hier of zo? Aan het filmen of zoiets? Ja, dat zou kunnen. Misschien de Girly Weekend of de Wild Camp. Oh ja, dat zou wel kunnen. Misschien is het daarom zo druk. Laten we even kijken, jongens. Hé, jongens, zijn jullie hier ook voor de wedstrijd? Ja, een wedstrijd? Hoe bedoel je, Steve? Wat doe jij dan hier? Nou, er is een wedstrijd vanwege het jubileum van het winkelcentrum. Dus je kan geld winnen. Geld winnen? Oh man, dat is super cool. Hallo jongens, welkom bij de nieuwe jubileumsviering. Zoals je kunt zien hebben we hier drie kronen en die gaan verstoppen in heel Playmobil City. Als je die drie kronen vindt, oh, krijgen we dan een prijs? Wat voor prijs zouden we krijgen? Ik hoop dat we veel geld krijgen en lekker eten. Als jullie die winnen, hebben we bepaalde prijzen die je zou kunnen winnen. En we hebben als grootste prijs gratis kampioenijs, dat jullie gewoon kunnen krijgen zolang jullie maar willen. Ik hou zoveel mogelijk kampioenijs. Ik hou er echt van. Zal ik ook meedoen? Ik kan het natuurlijk allemaal stelen. Nou, dit is dus wat jullie moeten doen. Deze drie kronen vinden. En als jullie die vinden, dan hebben jullie de grote prijs gewonnen. Dus, jongens, we gaan zo beginnen. We gaan ze allemaal verstoppen. En dan kunnen we beginnen met de wedstrijd. Oh man, ik kan niet geloven dat er zo'n leuke challenge is in Playmobil City. Ik moet echt zeker winnen. Oh man, ja, ik wil ook wel winnen. Ik wil wel leuke prijzen krijgen. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Oh wow, ik ben ook zeker benieuwd. Ik hoop maar echt dat ik die prijs win. Nou ja, Steve, we kunnen samenwerken. We kunnen samen de prijs winnen. Samen staan we sterker dan één. Oké, nou, dit zijn dus de kronen zoals jullie kunnen zien. En die moeten we dus allemaal gaan vangen. Zo, nou, klaar voor de start. Af, jongens. Gaan ze maar vinden. Wauw, ik ben zo blij. Oké, ik ga lekker op zoek naar al die kronen. En ik zal ze stelen als het nodig is. Oké, jongens, we gaan samenwerken. Laten we ze allemaal gaan zoeken. Oké, jongens, ik ga met Steve. Gaan jullie maar samen? Ja, dat vind ik een goed idee. Laten we gaan. Ja, nou, laat ik even kijken, jongens. Ik weet niet of dat. Nou ja, ik blijf wel hier. Oké, nou laat ik even kijken. Met deze metaaldetector vind ik zeker de kronen. Zo, laat ik even kijken. Even kijken, wat kan ik allemaal halen? Huh? Wat zijn jullie hier allemaal? Huh? Oh, nou, laat eens even kijken. Waar kunnen we als eerst gaan kijken? Ik zie het waterpark hier. Oh, laat eens even kijken. We moeten al die kronen stelen van mijn broer. Hè? Wat doe jij dan hier? Laat ik even kijken. Kunnen we daarheen gaan? Oké, laat ik even kijken waar ik alles, waar ze alles kunnen verstoppen. Daar is ze weer, hè? Waarom zijn er zoveel kinderen die allemaal op elkaar lijken? Hé, wat doe je op al deze plekken? Wat ben je aan het doen? Oké, laten we hier kijken. Misschien zit hier iets. Laat ik even kijken. Zullen we naar binnen gaan? Hmm,
Nou, ik denk dat er wel hier iets zou moeten zitten, toch? Ja, maar waar? Waar zou het kunnen zitten? Hè? Wat is daar nou aan de hand? Hebben ze al een kroon gevonden? Oké, nou, we kunnen hier binnen kijken. Ja, misschien zit er hier iets. Nou, ik dacht dat ik iets zag, maar ik zag niks. Ja, wacht, wacht, wacht. Maar wie weet ziet het er hier wel. Jongens, zijn jullie op zoek naar de kronen voor de wedstrijd? Oh ja, kijk, we hebben hem gevonden. We hebben een kroon. Oh, zij hebben al een kroon. Nou, die kunnen we straks lekker terugpakken. Ja, kijk eens, waar zit. We hebben al één van de drie kronen. We moeten er nog twee vinden. Zo, nou, laat ik even kijken. Waar kunnen we nog meer gaan zoeken? Ja, nou ja, ik weet het ook niet. Maar we moeten gewoon zoveel mogelijk verder kijken. Ja, inderdaad. Nou, veel succes met het vinden van de rest van je kronen. Hè? Wat deed jij nou hier? Was je niet met de rest? Nee, ik was niet met de rest. Maar ik ga die kroon terugpakken. Hè? Dat is raar. Ik heb dat kind nog nooit hier gezien. Ze leek heel erg op Isabel. Oh, kijk, we hebben een kroon. Gelukkig, Steve. Je moet er nog twee vinden. Oké, laten we eens even kijken. Waar zouden we die andere paar kronen kunnen vinden? Hey, zoeken jullie misschien kronen? Laat ik even kijken. Zo, nou, volgens mij heb ik daar een kroon gezien. Als jullie hem zien, kunnen jullie hem zelf pakken daar. Oh, wow. Nou, kijk eens, daar komt de bal. Oh, wauw, dank u wel, meneer. Huh? Ze lijken allemaal heel erg op Isabel Sneusel. Maar wat doen hun allemaal hier? Jee, we hebben twee kronen gevonden, jongens. We moeten er nog één vinden. Oké, als we de laatste kroon vinden, dan hebben we gewonnen. Oh, wauw, jongens. Jullie doen het hartstikke goed, zie ik. Ja, laten we even kijken. Waar kan de laatste kroon zitten? Oké, we moeten een plan maken. Hoe gaan we dit allemaal verdelen? Ja, laten we even kijken. Waar kunnen we als volgende gaan zoeken? Ja, nou, we hebben hier twee kronen. Laten we die hier achterlaten en dan gaan we zoeken naar de volgende kroon. Ze hebben twee kronen. We kunnen die stelen en dan die bij onze kroon zetten. Oké, als ik maar heel subtiel ben, dan kan ik hem zo pakken. Ja, en ik ga je helpen. Hoor ik daar nou iets vanaf de deur komen? Huh? Ik dacht dat ik daar iets zag. Nou ja, in ieder geval, jongens, wees wel voorzichtig, hè? Ja, nou ja, even kijken. Wat kunnen we nog meer doen, man? Ja, we hebben de twee kronen. En nu, hoe vinden we de laatste kroon? Ja, ik ben echt heel blij dat we tenminste nog wat ijs krijgen. Laten we dat nu eten. Zo, ik ga er zo op heen. En dan hebben we hier de twee kronen. Oké, jongens, laten we snel gaan. Zo, we hebben de twee kronen. Als we die nog bij de laatste kroon erbij zetten. Huh? Waar zijn onze kronen heen gegaan? We wilden gewoon even snel ijs eten. Huh? Heeft iemand onze kronen gepakt? Iemand heeft ze gestolen. Ja, ik denk het wel. Wat is dit? Oh man, ik kan het niet geloven. Oh nee, ik kan het niet geloven. Wat moeten we nou doen? Oh jongens, hebben jullie de kronen gevonden? Nu heb ik alle drie de kronen. Kijk eens. Jongens, wat is er gebeurd? Waar zijn de kronen? Gaan jullie geen ijsjes halen? Nou, iemand heeft onze kronen gestolen, mevrouw. Dus we hebben verloren. Ja, ik kan het niet geloven. We hadden twee kronen, die zijn ineens weg. Ja, maar we kunnen het gewoon doorvertellen aan de presentator, toch? Misschien kan hij iets doen. Meneer, onze kronen zijn gestolen. We hadden er net twee, allemaal. Jullie kronen zijn gestolen. Oh man, ja, een jongen kwam laatst aan. Hij kwam aan en heeft hier de kronen ingeleverd. Ja, hij heeft de kronen ingeleverd, dus hij heeft een grote prijs gekregen. Het spijt me. Jullie zijn de eigenlijke winnaren, of niet? Nou, dan geef ik jullie wel een troostprijs. Nou, tenminste krijgen we nog iets, hè, jongens? Nou, in ieder geval kunnen we nu lekker ijs eten met z'n allen. Nou ja, het is tenminste iets, toch, of niet? Ja, een perfecte zomerdag. Gewoon hier zitten en ijs eten. Dat is echt de droom.